Waarschuwing, neem deze video niet te serieus. Yo, kijk van IMT, we hebben een nieuwe aflevering van Keystone en Nobody Explosion samen met Mark. En we gaan A Hidden Message proberen. Oh god, dat ging de vorige keer ook al morgen, wat of niet? Ja. Ah, met die radio gebeuren, wat dat ook mag zijn, de Morsecode, wat het is. Morsecode. Ja. Ik heb hier nog een heel oud briefje staan van Item Flipping van RuneScape, want er zijn gele vlekken van de koffie al op zitten, dus... Vlekken? Waar wil je mee beginnen? Nou, wat heb je? Ik heb geen Morsecode dit keer. Ik heb een scherm met 5 letters en bij ieder letter gaat een pijltje omhoog en omlaag. 5 letters? Een pijltje omhoog en omlaag. Bij ieder letter op een scherm zie je dus 1 letter staan, zie je 5 letters staan op het hele scherm. De hele breedte van de module. Oh, die. Password. Even zien. Even kijken. The buttons above and below each letter will cycle through the possibilities for the position. Oh, dus dan moet je eigenlijk gewoon... Ja, vertel maar wat ik moet doen. Je moet... ik zie dan een aantal woorden staan hier in een lijstje. Ja, vertel dan. Je moet niet dus... vertellen wat... Mark, die hele uitleg heb ik niet nodig. Je moet gewoon vertellen wat ik moet doen. Nou, ga eens even kijken of je een A hebt in de eerste vakje. Van links. Nee. Heb je daar een E? Nee. Een L? Nee. P? Nee. S? Volgens mij wel, ja. Oké, in de tweede rij, is er een letter met een P? Nee. Kijk, het is wel met een S, met een T? Ja. Oké, in het derde vakje, is daar een I? Nee. U? Nee, ja. Is in het vierde vakje een D? Ja. Oké, dan moet je in het laatste vakje het Griekse ei vinden. Ja, dan. Oké, next. Volgende, wat wires. Oké, kan ik weer helemaal naar boven scrollen. Hoeveel wires zijn er? 6. Het zijn de yellow wires. 3 stuks. Oh, oké. Zijn de red wires? Eentje. Oké, dan moet je de vierde kabel hebben. Dan, oké, al die 3 hoekjes. Drie hoekjes. Die 4 kleurtjes. Oh, die zijn met 6. En groen is dat knipperen. Heb je een. Hoe heet dat? De klinker. Klinker in serial? Ja. Ja, ik heb een A. Oké, welke is dan de knipper? Groen. Oké, dan moet je geel hebben. Ja. Dan is het groen, rood. Geel, blauw. Ja, dan is het dus nu groen, rood, rood. Nou, geel, blauw, blauw. Groen, rood, rood, blauw. Geel, blauw, blauw, rood. Gedaan. Groen, rood, rood, blauw, rood. Oké, geel, blauw, blauw, rood, blauw. Dan, opgelost. Hoi. Bij mij viel op een gegeven de lampen nog uit. Ja, dat klopt, ja. Dat is ook volgens mij een effectje, als ik het goed had. Dat is even hectisch. Hoeveel tijd lijkt daar zo over? Ik heb een flauw idee. Het alarm ging heel het af met mij, van die wekker. Oké, met 1 minuut 39 remain. Oh, dat is wel redelijk. Top 49. Oké, let's see. 5 minuten heb ik. En wat staat er als eerste? Oh god, de radio. Nou, laten we daar maar eens even mee beginnen. Oh, die Morsecode weer. Ja. Kijken. Kijk, ik heb als eerste lang. Ja. Lang. Dan heb ik nog een keer lang. Twee keer een T, dat weet je, dat kan niet. Kan dat niet?
Twee keer lang kan niet. Maar dat kan wel. Dat is één biepje bedoel je. Bij één. Ik zit even te kijken, want die vind ik echt zo fucking irritant. Want ik weet ook niet precies wanneer het begint. Oké, nu is het eerst lang. Kort, 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 kort. Ja. Zal ik kijken? Dat is lang en dan kort, 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 kort. TH. We kunnen de lijst stappen. TH. Nee, ik heb geen TH in ieder geval. Dan heb ik nog een keer lang, lang, lang. Ja, dat kan. Even zien. En dan nog twee keer lang. Oké, dat is Tom. Maar het staat nergens tussen de lijst. Er zijn vier letters die je hebt. Goed is wel, ja. Het moet toch echt vijf zijn? Eén. Oké, dat is die lang en dan die korte. Dat was de eerste dus. Die is een lang kort. Nee, eerst heb ik lang. Ja. En dan volgens mij vier keer kort gelijk erachteraan. Kijk, dat kan dus al niet. Nee, drie keer lang. Of drie keer kort bedoel ik. Drie keer kort? Ja. Drie keer kort. Dat is een S, pas een H. Kan ook niet, want ik moet één letter erbij hebben. We zien. Begin is alleen voor te lezen als je een lang gat gehad hebt. Oké. Okay. Lang? Ja? Nee, wacht. Ah, nu ben ik er weer voorbij. Fuck. Ja, zeg maar fuck als het woord klaar is. Lang, lang, lang. Ja, dat was dus die tweede. Lang, lang. Lang, 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 lang. Wat? Alleen maar lang, dat klopt niet. Even zien. Oké, daar heb ik de eerste weer. Kort, kort, kort heb ik dat drie keer. Lang, kort, 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 kort. Nog vier keer. Lang, kort, lang. Denk ik. Godverdomme. Dit is zo irritant dat ik snap de hele fucking ding niet. Ja, maar jij roept ook van alles door elkaar, hè? Dan snap ik het ook niet meer. Maar jij roept vier keer lang, kort, 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 kort. Wat? Zo zit ik hier. Dus even rustig blijven, want ik kan... Ja, maar ik heb nog maar 30 seconden, dus ik denk niet dat ik het ga halen. Ja, probeer even rustig door te gaan dan, want nu kun je oefenen. Lang, kort, 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 kort. Ja. Lang, lang, lang. Ja. Lang, lang. Lang, kort, kort, kort. En lang, kort. Maar je moet jezelf niet gaan verbeteren in de tussentijd, want dan kan ik ook niet meer verder. Je begint weer met een D. Ja, boom. De eerste heb ik nog fout. Maar dat is niks met een D. Nou, ik ga eens even opzoeken hoe ik dat makkelijk kan doen. Ja, dus je moet kijken hoe lang het lampje brandt in verhouding met kort. Dat is hoe je het moet doen. Meer kun je er gewoon niet aan veranderen. Ja, maar dat is behoorlijk lastig voor mij, vind ik. Dat is wel makkelijk is, als ik alles doorgeschreeuwd krijg van...
Lang, kort, kort. Nee, wat? Wat? Dat kan ik natuurlijk niet meer uitvogelen. Dus als je één letter verkeerd hebt, kan ik nog wel iets corrigeren. Maar als ik een letter tekort kom, kan ik niks. En als alle letters niet eens voorkomen in de hele lijst, op die plek, dan kan ik ook niks uitzoeken. Maar in ieder geval, laat een like achter. En tot de volgende keer. Doeg. Doeg.